Vandaag ga ik koken voor een van mijn allerbeste vriendinnen. En ze eet vegetarisch. Met deze box gaat het zeker lukken. En ik geef je vast een hint. Het is iemand en die heeft iets te maken met dit. Igoné, danseres, presentatrice, jurylid. Ja, je kan eigenlijk heel veel. Maar er is iets wat jij ook wel iets beter kan dan ik. En dat is koken. Klopt. Ja, ik had trouwens eerst Thijs Reumer gevraagd, maar die kon niet. Dat is jammer. Zo'n leuke BN'er. Bobby is er ook trouwens. Dus als je iets hoort vallen... Ja, die heb ik al chocoladekoekjes gevoederd. Het is ochtend. Dat mag nu nog helemaal niet. Zullen we gaan beginnen? Ja. Open de box. Even kijken. Iets vegetarisch. Vegetarisch, inderdaad. Wraps. Wraps. Mijn kinderen heel lekker. Wraps. Ik vind die heel lekker. Orso? Ik hou heel erg van orso en pompoen. Jij? Goed. Kleine quizvraag. Wat is orso? Ik heb geen idee. Ben je wel eens in Italië geweest? Ja, ik ben even jong. Maar ik... Orso is een soort pasta. Oké, nou, ik ben blij dat jij het weet. Oké, we gaan orso maken. Ja. Oké, wat ook wel fijn is, het is caloriebewust. Ja. Als je in je strakke pakjes op de nul moet. Ja. 30 minuten klaar. Oké, aan de slag. Stap 1. De knoflook, de ui en de salie. Oké, wie kookt er meestal bij jullie thuis? Ja, ik toch wel. Ja? Thijs kan ook wel koken, toch? Ja. Oh. Ja. Ja. Nou, Thijs, als je kijkt, wordt best niet, heel enthousiast ontvangen. Nee, maar het is wel lief dat we het samen kunnen. En hoe deed je dat daarvoor als je moest spelen dan? Waar at je dan? Dan at ik nooit zoveel. Want toen had je geen plek voor. Met zenuwen at ik nooit echt veel. Ik weet wel dat als ik naar je voorstelling kwam of zo, dan wilde je daarna wel in een restaurant, wil je dan bitterballen gaan ja, eten. Ja, kaasstengels en bitterballen. Kaasstengels en bitterballen. En je hebt dus net als ik een samengesteld gezin. Ja. En zijn ze makkelijk qua eten? Ik vind ze niet per se heel makkelijk. Maar je moet hen laten kiezen. Ja. Dat is beter. Ja, en laten koken schijnt. James zet ik echt aan het werk. Ja? Ja, ja, die moet gewoon wel dingen doen. Oh, heel goed. Ja, het is makkelijk. Daarvoor heb je kinderen. Ja, dat is waar. Om ze dingen in huis te laten doen. Ja, dat is waar. Goed. Volgende stap. Nou, volgens mij zijn we bijna klaar, of niet? Ja, snel toch? Ja. En niet heel moeilijk. Dit hebben we toch echt even heel goed gefixt. Ja. Lekker, hè? Het ziet er goed uit. Gewoon gedaan. Diner voor twee. Heel lekker. Heel lekker. Dit kun jij ook koken. Klik op de blauwe knop en kies je favoriete recepten.